Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Nederland is op de satellietfoto nauwelijks te herkennen. Het is een grijze dag dan ook, maar van het westen uit wordt het beter. Vanochtend is er veel bewolking en regent of motregent het. Van het westen uit wordt het geleidelijk aan droog. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 17 en 19 graden en de wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Vanmiddag draait de wind naar het westen en neemt geleidelijk aan iets af in kracht. Het wordt droog en in het westen breekt de zon door. Maar in het oosten en in Limburg kan het nog even duren voordat het opklaart. Vanavond is het overal droog, alhoewel er een enkele bui in het noordwesten kan vallen. Verder ligt de temperatuur tussen 17 en 19 graden. Morgen hebben we een noordelijke wind en trekken buien over het land met kans op onweer. Het is aan de koele kant met 19 tot 20 graden, maar er is ook ruimte voor de zon. De dagen daarna hebben we droge dagen. De wind draait geleidelijk aan naar het noordoosten en het wordt warmer. Op de donderdagmiddag wordt het in het binnenland 25 graden. Dit is Diana Roeij van Weerplaza.nl.